Ik ben Serge Terlouze, projectleider bij POC Partners. Ik doe de projectopvolging van begin tot einde. Dus vanaf de voorbereiding van een project, opmaak van plannen, bouwvergunning, tot en met de uitvoering. En in de uitvoering heb je dan een deeltje opvolging van de aannemers, voorbereiden van de werfvergaderingen, opmaken van werfverslagen. En daarnaast de begeleiding van de klanten. Mensen hebben de vrije keuze voor de inrichting van hun woning of hun appartement. En dus wij helpen de mensen bij het maken van de keuzes, uit ervaring, door gesprekken met de aannemers en met de mensen. Het project Fort Gravian bestaat uit 8 woningen, waarvan er momenteel 3 volledig afgewerkt zijn en opgeleverd zijn naar de klanten toe. De overige 5 woningen, daarvan staan er 3 in gesloten ruwbouw en zijn we 1 woning momenteel aan het afwerken. En de 2 andere woningen staan nog iets minder ver in ruwbouw, maar daar gaan de werken ook vlot vooruit. De woningen worden gebouwd op een traditionele manier, met gebruik van duurzame materialen, bakstenen metselwerk geschilderd, houten buitenschrijnwerk en een detaillering met architectonisch beton. Het project Fort Gravian is gelegen aan de groene rand van Knokke, in de buurt van de Boslaan en het Koningsbos en op wandelafstand van het Zwin. Het project zelf wordt begrensd door een natuurgebied, waardoor de mensen altijd de garantie hebben op rust en een oninneembaar zicht. Terreinoppervlaktes variëren tussen 600 en 800 vierkante meter. Iedere woning beschikt over minstens 3 badkamers en 4 slaapkamers, een dubbele garage en een mooi aangelegde tuin met de mogelijkheid voor de bouw van een zwembad. De woningen worden afgewerkt met hele mooie materialen, duurzame materialen, parketvloeren, natuursteenvloeren, een hoogwaardig sanitair. En wij hebben heel veel aandacht voor de laatste technieken, zowel op vlak van verwarming, ventilatie, elektriciteit, domotica. En wij besteden ook heel veel aandacht aan thermische en akoestische isolatie.